Voor het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting was 2022 een extra uitdagend jaar. Vanwege de economische crisis moest het ministerie er alles aan doen om de sociaal zwakkeren op te vangen. Minister Oeray Kitram Saran stond vandaag tijdens de jaarafsluiting van het ministerie stil bij dit haast afgelopen jaar. Maar we mogen wel zeggen dat we momenten hebben gehad waarbij we kunnen zeggen dat we successen hebben gehaald als we kijken naar de verschillende beleidsmaatregelen die we moesten behalen. 2022, Basel, was ook een van de punten waaraan ze zaken moest gaan werken. Binnen 2022 hebben we ervoor mogen zorgen dat we het tot het ultimate hebben mogen versoepelen. De verhogingen, zo ook dat we kijken naar de verschillende achterstanden. Dus 2022 vergeleken met 2021, waarbij we meer spraken over het rechttrekken, herstellen en corrigeren. Dat we in 2022 uiteindelijk wat we moesten corrigeren al gelist hadden, daaraan moesten gaan werken en uitvoeren. Die tastbare resultaten waar de samenleving voelt. Ik hoop dat een stukje alvast wat we in 2022 hebben mogen doen voor de samenleving, een stukje verlichting heeft mogen brengen. We vegen niet weg dat de tijden zwaar zijn, dat het zwaarder wordt voor bepaalde gezinnen. Bepaalde gezinnen van de middenklasse die geven aan ook dat ze straks tot de sociaal zwakkeren zullen behoren. Dus aan hun hebben we ook gedacht richting 2023 om ervoor te zorgen dat we een stukje opvang daar creëren. In 2023 wil het ministerie gaan naar een stukje innovatie, modernisatie en normalisatie voor in het bijzonder de ambtenaren van het ministerie. Minister Ramsaran ziet ook graag dat de doelgroep geen last meer ondervindt van achterstanden en hun gelden op tijd ontvangt. En dat in één woord, in één benaming, om het zo te zeggen, is het Social Beneficiary Program. Het hoort in het sociaal programma, het is het sociaal programma. We hebben een zeker aantal zaken in meegenomen, of het nou voeding is, of het nou benzine is, of het nou alle ondersteuningen, subsidies, etc. hebben we dan moeten meenemen. We moesten een berekening maken van het bedrag wat wij zouden kunnen geven als ondersteuning, als fundament. En natuurlijk dat we ook kijken wat we nog meer zouden kunnen doen met dat systeem naar de samenleving. We kijken ook verder naar hoe zit het binnen de clusterteam van woningbouw. Hoe zit het dat wij woningen moeten kunnen creëren voor de samenleving. Wij zijn natuurlijk belast met dat van de toewijzing. En we willen dan ervoor zorgen dat als het zover is dat de projecten lopen en er al beschikbare woningen zijn, woningvoorraad, dat wij dan dat sowieso dan distribueren, verdelen, oftewel doen toekomen aan de samenleving. We praten dan niet over gratis, niets is gratis, maar we kijken wel naar een manier om het zo goedkoop als mogelijk te maken dat de samenleving daarvan zal kunnen genieten. Ramsaran besloot met aan te geven dat er nog veel werk aan de winkel is en zijn ministerie er alles aan zal doen om de doelgroep niet te vergeten. Ook sprak hij de hoop uit dat iedereen alle negativiteit achterlaat in 2022 en met frisse moed het nieuwe jaar instapt.